vraag die net opkwam. Ja. Waarom houden we dit dan in stand? Dat suggereert alsof we een keuze hadden. Ja. We don't. Ik denk te horen dat als je dan in de waarheid bent, of hoe je het maar noemen wil, zoiets, dat dan beter is. Nee. Maar dat hoort je ook weer niet ontkracht. Ik zeg niet dat het beter is. Maar we zitten hier wel allemaal. Dat is daarna streven. Dat weet ik niet waarom jullie hier zitten. Ik heb niet de arrogantie te weten waarom jullie hier zitten. Oké, nou, dat vragen we meestal af ook. Wat gaan we doen hier? Dus we zouden de suggestie kunnen oppakken van als mensen hier komen, weet je wel, dat er iets verontrust is of iets doorheeft. Dat zou kunnen. Dat klinkt plausibel, maar of het waar is, I don't know. Maar je kunt niet kiezen voor het een of het ander, want had je het al lang gedaan. Niemand bij zijn volle verstand kiest er toch voor om als een bezorgd, angstige dwaas door het leven te gaan. Constant zich conformerend aan wat de goede gemeente denkt dat goed is. Terwijl we de puinhopen kunnen zien roken overal. Wat is dan het belang? Van is wat? Dat puur dat ego dan? Ja, uiteraard. Ego wil zich voort. Wil zich in stand houden. Daarom willen we ook graag spiritualiteit die met beoefening te maken heeft. Want dan kun je er een 15 jaar een plan van maken. Hoe langer het duurt, hoe beter het is. Daarom is boeddhisme gewoon te leuk. Duurt 40 levens. Nou, niks aan de hand. Kan dus gewoon... Ja, af en toe een beetje mediteren. Dus gewoon rechtop zitten slapen. Er gaat niks gebeuren, een beetje met zo'n gebedsmolen, dat is ook leuk. Er is niks tegen verder. Ik kan net zo goed zo'n ratel nemen. Dan wordt hij tenminste wakker. Ja. Ja. Ja, misschien beter, ja. Maar het is eigenlijk wel gewoon, ja. Zijn op zich is dodelijk. Behalve dat het is een omgeving die zit heel... Nee, die omgeving kun je niet losmaken van jezelf. Okay. Omgeving heeft alleen maar impact op jou, voor zover jij resoneert met wat die omgeving je wijs probeert te maken. Als jij leeg bent, zou ik maar zeggen, dan kunnen ze roepen wat je wil, dan heb je zoiets van, ik versta je niet eens. Dan heb je ook uit zoiets van, ga ergens anders herrie maken. Maar voor zover ik nog de neiging heb om mij aan te passen of goedkeuring wil van iemand of bevestiging of denk dat ik hulp nodig heb. Ja, als ik te moeilijk ga doen, dan willen ze mijn kind niet meer op school of alsof dat erg zo. Goed. Weet je wel, dus voor zover het resoneert, is er een zogenaamde omgeving die impact op mij heeft. Maar als ik daar los van ben, als het mij niet uitmaakt wat er gevonden wordt, ja, wat doet het er dan toe? Hoe ben jij tot dit soort inzichten gekomen? Het is niet relevant in de essentie, maar waar het op neerkomt, heel kort, is dat je op een gegeven moment gewoon voelt, er deugt iets niet. En dan kijk je om je heen en niemand kan je iets anders vertellen, maar je weet wel dat als ik doe wat zij zeggen, die volwassenen, dan word ik net zo. No fucking way. I'd rather die. Nou, dat was je ook een keer vanavond. Ja, maar van 10 naar 11 jaar dan gaan je ogen een beetje open en dan blijken je vader en moeder geen goden. Maar gewoon ook angsthazen met een bak aan voor jeugd. Die het verder maatschappelijk gewoon fantastisch voor elkaar hadden. Goede mensen, dus verder niks tegen. Weet je wel, maar they didn't know shit. En ik voelde gewoon, something is wrong. Nou, dan ga je als eerste denken van ik ben gek. Totdat je een beetje doorgooit en doorkijkt en je zoiets van nee, ik woon in een gekkenhuis en ik ben de enige die hier niet thuis hoort. Ja. Het is niet zo prettig. Is dat niet een beetje arrogant? Nee, dat is heel pijnlijk. Oh, okay. Dat doe je niet voor je lol. Als je doorhebt ineens dat iedereen slaapt en tegen de muur staat te praten en zo. Dan heb je zoiets van, ik doe dat niet, dus ik maak af. Dus op een gegeven moment, om deze korte samenvatting voor te zetten nog even, het was voor mij gewoon zoek uit hoe het zit. En dat moest ik dus blijkbaar zelf doen. Of ik spring van het dak. Want ik wil zo niet leven. Wat is het geworden? Blijkbaar niet van het dak gesprongen. Ik wil hier wel even op inhouden. Ja. Want er blijft maar iets niet kloppen. Waar? In mijn gevoel. Er blijft maar iets
een pijn die niet geneest. En er blijft een vermoeden van dat je weet hoe het zit. En dat dat heel dichtbij moet zijn. En dat het heel makkelijk is, maar ja. dat het zich nog niet tot ervaring laat komen. Mooi. Blijf bij die pijn. Hoe bewuster die pijn ervaren wordt, hoe sneller de muur of sluier van illusie ondommelt. Dus ik ben groot voorstander van innerlijke pijn, verontrusting, al dat soort zaken. Dus doe niets om dat te sussen. Ontloop het niet, want dat is allemaal doen. Nou, dat heb ik allemaal gedaan, dat weet ik gewoon niet. Ja, is fantastisch. Dus je hebt gedaan wat je moest doen. Ja, geen keus meer. Oh, er is niks meer over. Goed. Fantastisch. Er blijft een soort enorme help over. Ja. En daar je aandacht op richten. Blijf daarbij. Dat is de poort. De meeste spirituele en psychologische richtingen zullen proberen deze innerlijke pijn te doven. Het af te leiden, het glad te strijken. Dit is precies wat je nodig hebt. De boel moet in de fik. Dan moet je geen vuurtjes blussen, meer dan aanwakken. Maar het lijkt wel alsof ik ook daar niets aan doen. Dat klopt ook. En desondanks kan er door zo'n interactie iets verschuiven in je. Als je werkelijk doorhebt dat er neigingen waren, of misschien soms nog zijn, om het te ontwijken, of te verzachten, of te verklaren, kan zo'n interactie ervoor zorgen dat die neiging stopt. Nou ja, dat hoop ik. Ja, is goed. Het is gewoon maar 1 millimeter, nog niet eens. Moet zijn. Yes. En die muur die kan lijken als van gewapend beton. En op een bepaald moment merk je, het is rijstpapier. Het is helemaal niks. Liefst dat ik wil. Good. Then you'll get it. Als er iets te weten valt. Yes. Dus voor zover je nog denkt dat je iemand of iets bent, richt al je aandacht erop. Op die wens, dat verlangen, op die pijn. Dan kan het niet anders dan. En dan heb je zoiets van, jongen, als ik daar nou zo bang voor.